Nu er dit jaar geen Vierdaagse door Wijchen komt, heeft de gemeente besloten om zich vast voor te bereiden op de Vierdaagse van volgend jaar. Om vooruit te kijken heeft Wijchen op de route stoeptegels geplaatst waarop te zien is dat je welkom bent in 2021. Naast de tegels is er ook een filmpje gemaakt waarin meer en minder bekende Wijchenaren je uitnodigen om volgend jaar naar Wijchen te komen. Heel jammer, maar ook begrijpelijk dat de Vierdaagse dit jaar niet door kan gaan. De dag van Wijchen is altijd een heel bijzondere dag. Maar het is niet anders, maar u bent natuurlijk van harte welkom het hele jaar door in Wijchen om te genieten van de prachtige kernen en onze omgeving. Hartelijk welkom. Tot volgend jaar in Wijchen! Tot kijk op de dijk bij Hokkeert en Neftrek. Tot volgend jaar! Vandaar toch weer terugkomend op het shirt, dat u het shirt hebt gekregen van de gemeente Wijchen. Ja, klopt. En kwamen ze dat u speciaal uitreiken of was het een ere? Nou ja, ze kwamen het gewoon de route langs. Hebben ze allemaal verschillende locaties, hebben een filmpje gemaakt. En toen moesten we met onze personeel, een paar van ons personeel, weer op de dijken staan voor de deur. En gefilmd en gezegd van, hey jongens, wandelaars, tot volgend jaar. En we maken iets leuks van volgend jaar. En toen na het interview mochten we de shotjes houden. Vroeger ze, willen jullie die houden? En wij natuurlijk willen die houden. Want het is natuurlijk een heel mooi shotje hè, van de gemeente Wijchen. Dus ja. Zeker weten. Wij komen volgend jaar kijken of u het aan hebt. Nee, ja, zeker. Of mijn werkkleding. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ook dit jaar zijn er in Wijchen al wat wandelaars te ontdekken. U bent nou in Neftrek. Neftrek? Oh. Dus. Dan zitten we goed. Je zit hartstikke goed. Ik kan niet anders ontkennen. Kijk maar eens naar dat biertje. De gemeente Wijchen roept op om beelden van wandelaars tijdens deze alternatieve Vierdaagse te delen via de Facebookpagina van de gemeente. Het volledige filmpje is te zien via het YouTube-kanaal van de gemeente.